Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag! Hey, woensdag! Dit lijkt echt gepland, maar het is gewoon woensdag. En ik wist niet dat Sander dat ging zeggen. Het is woensdag, het is ochtend. Ik ga nu naar Amsterdam-Noord. Ik ga me even snel aankleden. En dan doe ik een sit-down met Kai, denk ik. Voor MTV-interview. Als het online staat, zet ik het in de vlog. En op mijn Insta-stories. Dus even aankleden en dan zie ik jullie zo. Ik ben na MTV naar de patisserie van de Bijenkorf gegaan. En ik ben met Bibi, we zien er echt super sexy uit. En met Ori. Kijk hoe schattig. Vind je het mooi? En we gaan nu gaan we een rondleiding krijgen en dan gaan we zelf zo gaan. Laten we maken. Kijken! Wij zijn weer thuis. Ons tripje naar de bakker van de Bijenkorf was echt heel leuk. En nu gaan we heel veel chillen in bed. Ik ben best wel een beetje moe. En dan zo koken en eten. Zeg goedemorgen. Zeg goedemorgen. Corrie wil niet goedemorgen zeggen. We zijn wakker. Ik was om 6 uur weer wakker. Oh ja, guys. Ik zag trouwens net op mijn e-mail dat dat interview wat ik met MTV heb gedaan, was wel echt een leuk interview. Het zijn allemaal vragen die ik eigenlijk nooit echt beantwoord heb. Dat die dus al online staat als deze vlog online komt. Dus ik zet hieronder. Ik zal bovenaan even zetten. Linkje naar die MTV video. Mochten jullie het leuk vinden om te kijken. Hello guys. Still good morning. Ik zit met Suusje in de car. Heb je jou alleen? Nee, ja, ik ben heel droevig. Alleen dat nee, joh. En we gaan naar een meeting toe. Suus is echt aan het scheuren. Ik ben er misselijk van. We gaan naar een meeting. Super koud. En grijs. That's it. Ik ben op kantoor aangekomen. En zo koud en grijs buiten. En ik ga de komende uren hier even aan mijn boek werken. Mijn boek komt 1 mei uit voor degene die blijven vragen. Het wordt echt super leuk. Ik vind het echt wel leuk om eraan te werken. Dus dat ga ik doen. En dan daarna naar huis en werken. Me fatsoeneren voor de première van vanavond. Van First Kiss. De film waar ik in speel. En heel veel andere leuke mensen. Die komt morgen volgens mij in de bios. Dus als deze vlog online is, is die waarschijnlijk al in de bios. En ik heb net even dat MTV interview doorgekeken. Wat morgen ook online komt. En die was ook heel leuk. Dus allemaal leuke dingen. Ja, First Kiss. Dus ik ga mezelf voor het eerst op een groot scherm zien vanavond. Ik denk niet echt dat ik daar heel vrolijk van word. Maar maar ja, we gaan het toch maar doen. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Het is wel echt, denk ik, dat het een hele leuke film is geworden. Ik heb sowieso heel veel zin om het eindresultaat te zien. En ja, het wordt heel gezellig. We gaan met iedereen van kantoor. En Suus en zo gaan ook mee. Biepje. Dus ja. Daar ga ik me even zo voor klaarmaken. Ik denk dat ik weer die Balmain's daar in ga doen vanavond. En de dresscode was gala, maar ik had niet echt tijd om nog iets te kopen. Dus trek ik iets uit de kasten. Maar laat ik zo wel even zien wat ik aan doe. Hey guys, ik ben thuis. Naar huis, ga naar kantoor en ik was zo kapot. Toen ik terug kwam van kantoor, dat ik even een uurtje een beetje aan het tukken. En ik ben nu net wakker. Georgina heeft net mijn haar gedaan met die Balmain-staart weer. Even kijken waar ik dit op kan zetten. Zo, dan kan ik even met jullie praten. En ik heb dus... ik moet over een uurtje naar die première. Dus ik ga even mijn gezicht dicht plakken. We gaan met heel veel mensen, dus dat is super gezellig. Even kijken, ik ga nepwimpers opplakken. Ik doe altijd ze zelf korter bijten. Ik kom niet echt freak over.
the truth. Dus wat gaan we doen? Biebs gaat ook mee. We hebben net Biebs haar gesteld. Ik weet alleen nog niet wat ik aan ga trekken. Naar deze periode. Het is eigenlijk gala. Ik heb echt geen outfit geregeld. En ik denk dat ik mijn oren zo. Ik vind echt dat ik heel veel leuke... Wacht, ik heb die scherp dan. Leuke oorbellen in heb. Dus ik denk dat ik dat zo hou. Oké, even wimpers plakken. Oh my god. I hate myself. Waarom doe ik altijd alles fout? Waarom ben ik zo'n kluns? Ik ben zo'n kluns. Ik sta gewoon echt altijd voor schut. Ik laat het alles vallen. I don't like this at all. Wat ik dus doe met nepwimpers, waarschijnlijk weet iedereen deze truc wel, is dat ik laat altijd het opdrogen, indrogen. Een minuutje. En dan kunnen ze er altijd makkelijker op geplakt worden. Dus ik ga even snel al mijn make-up iets doen. En dan zie ik jullie zo als ik weet wat ik aan doe. Hey guys. Ik had super haast thuis, maar... Good morning. Het is vrijdagochtend en ik heb me net opgemaakt. Olly is naar de crash, Sander is naar Dubai en Bibi is op school. En het is koud. Ik ga nu naar de studio, want we hebben vandaag een lookbook shoot voor Somewhere Someday. Dat is natuurlijk heel leuk, voor alle nieuwe sieraden. Dus ik laat gewoon alles zien. Dus let's go. Gisteren was het trouwens heel leuk naar de film. Laat even weten als jullie de film gezien hebben, First Kiss. Dat lijkt me heel leuk. Ik ben aangekomen op onze lookbook shoot voor Somewhere Someday. En we hebben net het eerste. Ik doe alles in goud en zilver op mezelf. Dus we gaan de hele dag heel veel nieuwe sieraden shooten. En ik zal je wel wat behind the scenes laten zien. Cause there ain't nothing better. I got you. We'll make it last forever. I got you. Cause there ain't nothing better. I got you. We'll make it last forever. De hele dag shooten. Ik wilde jullie ook even haar band laten zien die we hebben. Die hebben in super veel kleuren. En die staan wel online toch? De haarbanden. En ook nu alleen vandaag zondag, hè? Maandag niet meer, wel nog. Maandag ook zondag en maandag. Cyber Monday. Dan krijgen jullie 20% korting met de code CyberBabe20. Ik zet hem hier in beeld. Dan krijg je 20% korting. En nou ja, deze hebben we wel nog. Maar niet alle nieuwe producten zijn er nog te komen later. Maar we hebben wel scrunchies. En allemaal haarbanden in allemaal kleuren. En ja, gewoon alle dingen waarvan de meeste van jullie al weten wat het is. Good morning. Het is zaterdagochtend. En Olly slaapt. Ik heb me net even aangekleed en opgemaakt. Maar ik weet gewoon niet wat ik aan moet. Want het is zo koud buiten. Het is echt niet normaal. En ik ga nu naar Artis met Olivia en Coco en Cato. Dus die meisjes hebben er echt super veel zin in. En ik hoop dat ik niet ga bevriezen. Het is 2 graden en grijs. Hey guys, ik ben weer thuis. Lekker in bed met mijn lieve Olly. We zijn de hele dag in Artis geweest. En het was heel koud. Dus we zijn nu weer lekker terug. Het is 7 uur of zo, 7:30. Ja. En ik heb helemaal niet gefilmd. Volgens mij in Artis of wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ga in ieder geval de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie woensdag weer.